in de categorie Sportman van het Jaar 2017. Hij heeft gevochten voor zijn WK-titel, Ryan Dielemans. Hij wordt gezien als het grootste wielertalent van Nederland, Sam Omen. Deze jongen gaat dansend door het leven, Chilton Gallimo. Vereniging Yusin Kwon deed goede zaken tijdens het ITF World Taekwondo Championship te Barneveld. Hun leerling, Ryan Dielemans, behaalde knap goud in de B-klasse senioren heren onder de 63 kilogram. En werd daarmee wereldkampioen. Een medaille om trots op te zijn. Zie je de 22-jarige wielrenner Sam Omen koersen, dan lijkt het alsof hij al 10 jaar aan de top meedraait. Hij won diverse podiumplaatsen bij grote internationale profwielerwedstrijden. Zoals de ploegenwedstrijd voor teams tijdens het WK wielrennen in Noorwegen. Wanneer zal hij de gele trui dragen? De nuchtere Chilton Gallimo moet af en toe door vrienden eraan worden herinnerd dat hij in meerdere categorieën de Europese en de wereldtitel hip-hop achter zijn naam heeft staan. En hoewel hij winnen belangrijk vindt, blijft plezier voor hem voorop staan. Wat een mooie mentaliteit!